6 november 2017 1 over 12 bron eigen berichtgeving AFP. Cals buigdemont op straat in Brussel. De afgezette Catalaanse minister-president Cals buigdemont en vier van zijn ministers worden vrijgelaten onder voorwaarden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Dat bevestigt het Brusselse parket. De vijf Catalanen boden zich gisterochtend aan bij de federale gerechtelijke politie en werden de hele dag ondervraagd door de onderzoeksrechter, die moet beslissen wat er met het Europese aanhoudingsbevel tegen hen moet gebeuren. De rechter oordeelde dat de vijf onder voorwaarden vrij kunnen blijven in afwachting van de beslissing ten gronde. Voorwaarden. De voorwaarden waar Puigdemont en zijn ministers aan moeten voldoen zijn de volgende. Het is hen ten eerste verboden het land te verlaten zonder toestemming van de onderzoeksrechter. Daarnaast moeten zij een vast verblijfsadres hebben en zich in persoon aanbieden bij elke procesbehandeling waarvoor zij worden uitgenodigd door de Belgische gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. Deze beslissingen zijn niet vatbaar voor hoger beroep. 24 uur de tijd. Gisteren boden de afgezette Catalaanse minister-president en vier van zijn ministers zich aan in het politiekantoor in de Koningsstraat in Brussel, waar ze officieel van hun vrijheid werden beroofd om 17 over 9. De onderzoeksrechter had dus tot vanmorgen om 17 over 9 de tijd om een beslissing te nemen. Drie opties. De onderzoeksrechter kon weigeren om het Europees aanhoudingsbevel uit te voeren, wat inhield dat ze zouden worden vrijgelaten en niet worden overgeleverd. Optie 2 was de aanhouding van het quintet, waardoor ze naar de gevangenis zouden worden overgebracht. Optie 3 was een vrijlating onder voorwaarden. De volgende stap in de procedure is de verschijning van de betrokkenen voor de Raadkamer in Brussel binnen de 15 dagen.